ga jullie mijn appartementje laten zien. En trouwens, als mensen denken, je bent een alcoholist, daarom heb ik hem afgeplakt, zodat ik hier gewoon met naakje in principe rond kan lopen en niemand die ziet dat ik aan het fappen ben of whatever. Hey, mijn naam is Tom. Tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voor de mensen die niet weten wie ik ben dus Tom. Geuks is mijn achternaam, dus Tom Geuks is mijn kanaalnaam, snap je? Ik woon in Venlo, ik ben 23 jaar oud en ik woon hier nu een tijdje inmiddels. Het is niet de eerste keer dat ik op mezelf woon, volgens mij de tweede of derde al, maar dit is wel echt het fijnste en langste volgens mij tot nu toe. En ik ga jullie meenemen door mijn appartementje. Ik ga jullie mijn appartementje laten zien. Dan beginnen we natuurlijk bij het halletje van mij. En ja, toevallig heb ik gisteren opgeruimd, gisterochtend. Want gisteren kwam iemand bij mij langs en altijd als iemand bij mij langskomt, dan moet ik opruimen van mezelf. Dus dat doe ik dan meestal ook. Dus ja, ik kan nu mooi even alles laten zien. Nou, dit is dus het halletje. Een heel klein halletje. Hier hangt alleen een schilderij, dus de voordeur. Ik heb pas een nieuwe voordeur, die hebben ze pas vervangen. Ze hebben wel zijn wel een beetje slordig geweest, want ik heb hier strepen. En hier buiten bij de deur is het helemaal vernageld en zo. Maar ja, voor de rest moet ik alles gaan vertellen wat hier staat. Dit is gewoon een kapstok en deze jas is godverdomme kapot. Mijn Lacoste jas, dat is wel jammer. En ja, voor de rest zit hier nog een stofzuiger. Als het goed is weten jullie het verhaal achter dit schilderij. Anders moet je even naar een andere video kijken van mij. Linkje staat in de beschrijving. Zo, dan sta ik nu voor de voordeur en hier zie je twee deuren. Een linker en ja, die deur. En die gaat rechtstreeks naar mijn slaapkamer. En die heb ik natuurlijk dicht gedaan, want dat is onhandig. Ik heb twee deuren naar mijn slaapkamer. En ja, dit is gewoon naar de keuken. Hier heb je in principe een hele smalle keuken. Even kijken, kastjes. Hier heb je ook nog meer kastjes. Een klein koelkastje. Hier zet ik meestal wat drank op en hier zie je ook wat dingen van toen ik nog fitnessde en zo. En daar wat rotzooi. Ja, en dit van huis heb ik overgenomen. Dat van huis heb ik overgenomen van de vorige bewoonster. Ja, ik dacht oké, chill, ik had nog geen van huis, neem ik hem over. Blijkt uiteindelijk dat maar twee van de vier pitjes te doen, dus dat is wel jammer. Ik heb er wel geld voor gegeven, dus een beetje een nice streak. Dat wist ze zelf waarschijnlijk ook wel, maar het maakt niet uit. Ik kook toch niet veel. Dus. En trouwens, als mensen denken, je bent een alcoholist. Even kijken, deze. Deze is bijna leeg. En die is leeg, die is leeg. En die is bijna vol nog. En deze heb ik gehaald. Even kijken, waar heb ik die gehaald? Die beker die heb ik gehaald in Amsterdam bij de Dungeon, volgens mij. Daar heb ik die gekocht. Ik vond het super vet, dus ja, why not. Hij is wel meteen doorgebroken, maar ik heb hem gelijmd. En nu staat hij daar te staan, waarom weet ik niet. In principe kom je dan al meteen uit bij de woonkamer. Dit hebben jullie als het goed is ook nog niet zo heel lang geleden gezien. Het is wel heel erg blauw hier door het licht. Kijk, ik heb hier een paar mooie lampjes. Hier. Ja, hier zit ik eigenlijk nooit, maar oké. Okay. Ik wou wel een eetplek hebben, of in ieder geval, ja, dat had ik dan gemaakt voor in mijn hoofd van oké, dan ga ik daar eten. Maar uiteindelijk bleek het heel weinig plek te zijn en de tafel is ook niet echt breed en ik ben best wel groot. En ik ben geen kast, maar ik wil wel wat breder. Ik heb gewoon hele lange armen en zo. Dus als ik daar ga zitten, dat is gewoon heel onhandig voor mij. Dus ik heb meestal eet ik op de bank of gewoon ja, voor mijn pc eigenlijk. Ga ik gewoon YouTube kijken of Netflix. Ik kijk eigenlijk nooit tv, maar ja. Ja, normaal zit in die schaal wel fruit. Nu zit alleen mijn beurs, portemonnee erin, hoe je het wil noemen. Hier is dan mijn zithoek. Ik vind het super chill. Mijn tv. Kastje, die stond dus op mijn slaapkamer en ja, ventilator natuurlijk, vooral als het te heet wordt. En hier heb ik gewoon een random whiteboard of zo. Met hier nog een bonnetje, I don't know. En hier nog een super vette cd van Amon Amarth met het kijker single Berserker of album. Trouwens, die plant, het is echt een wonder dat die nog leeft. Die plant heb ik eigenlijk zo van een cadeautje gekregen toen ik hier ging wonen. En ik had verwacht dat die heel snel dood zou gaan, maar ja. Er liggen wel wat dode takken bij, maar hij leeft wel nog. En ik geef iets van 4 of 5 bloemen in één keer random, dus oké. Nou, bij die bank en tv zit ik dus alleen tijdens de Netflix chill sessies en zo. Ik kan het wel heel knus en gezellig maken, want daar heb je kaarsjes. Hier heb je kaarsjes, hier heb je kaarsjes, dus ja. Dus ja, het kan wel heel gezellig en knus zijn, mocht ik daar de moed voor hebben of zo, of zin in hebben, whatever, I don't know. Nou ja, hier gewoon mijn vensterbankje staat wat zooi op. Dit is dan eigenlijk mijn scherpstellen aan is. Dan komen eigenlijk in feite bij de hoek aan die voor mij het belangrijkste is en ook het meest wordt gebruikt. En dat is meer het kantoorhoekje, bureau, dingetje, mijn game en zo, setup. Ik heb pas nog een video over gemaakt, dus hier is niet zoveel aan veranderd. Daar ligt vooral mijn papierwerk, administratie, school, dingen en zo. En dat is gewoon mijn game setup. Ik vind zelf administratie heel vervelend en saai en moeilijk. En ik pleur altijd alle brieven maar gewoon op een stapel. En uiteindelijk, na ik weet niet hoe lang, ga ik een keer eens kijken. Oh, dus dit is dit. En oh, ik had dit nog nodig. En oh shit, hier moest ik nog op reageren. Oh, en bijna veel te laat.
Maar ja. Sorry voor het beetje mes. Nou ja, dit is vooral rommelig. En dit is rommelig. Daar ligt mijn schoollaptop en wat spullen van school. En hier, ja, natuurlijk mijn mooie setup. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan eventjes op Tom Geuks. Doe dat voor mij. En ja, naast Monster Energy drink ik vooral Bullet. Het is allebei niet super goed voor mij, maar ik probeer ongeveer een blikje per dag te doen van Monster dan. Zo'n grote blik is in feite 2 blikjes Bullet. Dus dan vind ik ook dat ik er 2 mag drinken. Even kijken, dan hebben we nog mijn mini badkamer en mijn slaapkamer. Dus die zal ik even laten zien. Er is ook niet heel veel aan veranderd, maar vooruit. Jullie mogen hem zien. Je hebt hier trouwens nog een tussenhalletje tussen de badkamer en de slaapkamer. En hier heb ik gewoon een wasmachine staan, een kleine vriezer, een oven. En hier ligt allemaal gereedschap en zo. En iets van decoratie shit, waszooi. En hier liggen dan mijn lege flessen die ik nooit inlever. Dan gaan we denk ik door naar mijn badkamer. Dus echt niks spannends aan en zo. Maar weet je, ik vind het zelf wel leuk om te laten zien. Maar mensen zeggen op zich wel dat ik wel een leuke stijl heb qua inrichten. Het is vooral zwart, goud en wit dan. Ik heb alleen geen idee wat ik met de muren moet doen. Nog steeds niet, want ze zijn zo kaal. Help me. Kijk dan, de muren zijn echt heel kaal. Hier helemaal kaal. Hier helemaal kaal. Hier zit nog wel een schroef. Hier zit nog wel een schroef. Maar ja, ik wou eerst een schilderij hangen, maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik had bij de IKEA zo'n gouden hoes gekocht of gewoon iets om een foto in te doen. Ik ben de naam kwijt. Want toen vroeg er iemand waar ik toen mee omging. Van, hey, weet jij wat ik erin kan hangen? Toen zei ze mij. Toen zei ik, is goed, stuur maar foto's dan die ik erin moet doen. En ja, uiteindelijk heb ik dat dus echt gedaan. Dat ding staat nog op mijn kamer, maar ik ga maar niet laten zien. Want ik weet natuurlijk niet of zij in de video wilt. En ik ga niet meer met haar om. Dus ja, I don't know. Deze muur is toch ook helemaal wit. Iemand had me wel gezegd, of een foto gestuurd van Pinterest volgens mij. Dat ik allemaal zo van schappen tegen de muur aan kon doen. En dan kunnen allemaal leuke decoratiedingen opzetten. Dus misschien is dat wel iets. Ik moet alleen even kijken wie dat had gestuurd en die foto's even opslaan. Misschien is dat wel verstandig. Nou, ik ga je nu meenemen naar de badkamer. Dit is dus mijn badkamer. Het is gewoon super klein. Hier heb je een douche. En als je net gedoucht hebt en dan naar de wc wilt, dan zit je met je voeten in het water. Maar ja, I don't know. Gewoon een wasbakje. Hallo. Ik ben echt te groot hiervoor. Kijk, dit is waar de deur en ik kom er gewoon bovenuit. Nice man, nice. Maar hier zit wel een klein opstapje. Ja, ik loop op mijn blote voeten. Ik heb net gedoucht. Wat het is met dit appartement. Ik wou gewoon op mezelf wonen en ik wou niets hoeven delen. En dat kon in dit appartement. En dat was voor mij het grootste dat ik tot nu toe ooit zelfstandig heb gewoond. Dus, like, why not? Het is nu super groot en ik kan niet allemaal spullen kwijt. Dat zul je zo zien op mijn slaapkamer, want daar ben ik een beetje zoekend van. Wat moet ik met die spullen doen en waar laat ik het achter en blablabla. En ik weet niet. We komen nu aan op mijn slaapkamer. Ik loop gewoon alles een beetje langs. Kijk hier gewoon mijn Jordans, mijn kisten van mijn werk. Even kijken, mijn Vans. Hier staat nog een schilderij, hier is nog een kastje, die moet ik nog een keer ophangen. Hier liggen allemaal spullen en zo. Hier dump ik altijd mijn kleren neer. Ja, hier nog wat jassen en zo. Hier nog mijn PC-doos. Airsoft spullen. Nog meer airsoft spullen. Slaapzak en daar liggen nog allemaal zooi. Ja, gewoon een nachtkastje. Een bed. Ik heb een twijfelaar. Dat is niet ideaal voor zo'n lange jongen als mij, maar het moet er maar mee. En ja, ik weet niet. Hier ligt de baret van mijn werk. Hier ben ik. En ja, het schilderij kennen jullie als het goed is. Ik heb het raam helemaal afgeplakt, want ik vind het heel fijn om gewoon wakker te worden met daglicht. Dus daarom heb ik hem afgeplakt, zodat ik hier gewoon ja, in mijn naakje in principe rond kan lopen. En niemand die ziet dat ik aan het fappen ben. En het, ja, weet ik veel, gewoon in mijn onderbroek lopen of whatever. Dus dat is wel even fijn. Verder mijn kledingkast. Dit is dan mijn kledingkast. Ja, I know, veel donkere kleuren. En ik vind deze posterfoto schilderij ding echt super mooi. En deze kast, die stond eerst in een woonkamer, maar die heb ik dus geruild. En nu staat die zwart in de woonkamer en deze hier. En dit is mijn oude bureaustoel, waar ik heel graag van af wil. Dus ja, ik ga hem binnenkort op marktplaats zetten. Ik moet binnenkort ook weer nieuwe shirtjes hebben, want deze zijn al een beetje. Ik draag ze echt iedere week dezelfde shirt. Maar oké, kijk, dit is dan nog wel grijs. Dit is van Powerwolf. Dit is heel oud en er zitten hier gaten in of zo van mijn riem. Dus die doe ik niet meer aan. Dit is een nette pak van mijn werk. Die doe ik ook nooit aan. En ja, daar is nog een oude winterjas en bullshit. In feite hebben jullie dan alles gezien. Het is niet heel boeiend, niet super spannend. Maar stel, je bent misschien van plan om bijna op jezelf te wonen. Dan heb je wel een goed indruk van, zo kan ik het inrichten of zo kan ik het doen. En als mensen zelf vragen over hebben, ik vind het heel leuk om te doen. Om tips over te geven en zo, dus
Ja. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet de video niet te liken, abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik hoop eigenlijk wel dat ik ben nu 23, ik hoop of volgend jaar of het jaar daarna wel te gaan verhuizen naar iets leukers en groters. Maar dat hangt er even vanaf hoe mijn leven de komende jaren uit gaat zien. Met werk, school en dat soort dingen. Want het is de bedoeling dat ik dan 4 dagen ga werken en 1 dag school. Dus dan verdien ik wel minder geld. Dus ik moet even kijken of alles haalbaar is en zo. Maar dat komt wel goed. En dat zie je vanzelf al verschijnen. Het lijkt me super leuk om klusvideo's te maken. Hoe ik gewoon dingen ga schilderen, opknappen, inrichten. Dus ja, ik hoop dat die er ooit zullen komen. En ik hoop ook dat jullie deze video super tof vonden. Dus ja, bedankt voor het kijken weer. En tot snel bij een nieuwe video op mijn kanaal. Doei!